Vandaag zijn petticoats en oude auto's veroorloofd, want we zijn op de Oldtimerdag in Heusden. Kijk maar achter mij wat er voor moois allemaal te zien is. Met Peter van de organisatie. Wat een leuke dag heb je ervan gemaakt vandaag. Ja, heel gezellig hè. En hoe is het ooit begonnen? Want het is nou best heel groot. Ik kan me voorstellen dat je niet meteen zo'n heel veld vol krijgt. Nee, dat klopt. Het kost wel ook wel heel veel tijd en energie om het zo te krijgen hoor. Maar ik ben eigenlijk begonnen ja, vanwege mijn eigen auto zeg maar. En ik denk ja, lijkt me wel een keer vet om zelf zo'n rit te organiseren of een oldtimer treffen of net iets. En toen ben ik hier in de schakel ben ik met de beheerder daar aan het praten geweest. Dus ja, dan kunnen we toch iets gaan regelen en organiseren, want het kost natuurlijk ook wel wat. En toen heb ik eerst heel zo'n klein veldje gehad naast garage Schreuders. En dus, ja, eigenlijk is dat zo elk jaar wat groter gegroeid. Ja, en dit is natuurlijk perfect. En kunt u ook nog iets over uw eigen liefde vertellen? Die mooie auto die daar staat. Ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Dus ik heb hem nu onderhand 20 jaar. En ik heb mezelf aan de carrosserie nog nooit iets hoeven te doen. En ik zag hem staan op het Engelmeer hier in een bos. En ik zeg tegen mijn vrouw, hij stond te koop. Ja, ik zei, dat is eigenlijk wel een droomauto geweest van vroeger als kind. Ik zei, maar die man zal wel de hoofdprijs vragen. Maar dat was dus eigenlijk niet. Dus toen zei ik tegen die man, ik ga hem eerst in de garage passen. Als je daarin past, dan koop ik hem, want ik wil hem niet aan de straat hebben. Nou, en inderdaad, hij past hem met wat ombouwen en wegzetten, past hij in de garage. Dus ja, sinds die tijd rij ik hem ook. Goedemiddag. Goedemiddag. Met wie heb ik het genoegen? Met Aad Maas uit Leidschendam. En u heeft hier een hele mooie auto hierachter staan. Hoe heet u precies? Een Lincoln Continental Town Car uit 1973. Ja, wauw. Hoe lang is die auto al? Bijna 6 meter. 5 meter 83 om precies te zijn. En dan heeft u thuis twee parkeerplaatsen nodig? Ja, nee, hij staat in de stallinggarage. En waarom heeft u hem destijds aangekocht? Ik ben 3 jaar op zoek geweest naar zo'n auto. En het was wel te krijgen in Amerika. Maar allemaal te veel aan markeerden. Mm-hmm. Om hem hier naartoe te halen, weet je. En toen had ik ik had eigenlijk een noodauto. Omdat ik natuurlijk lid van die grote Amerikanenclub ben. Ja. Had ik een noodauto laten komen uit Amerika. Maar die ging stuk. Dus toen had ik een specialist die spruitstukpakkingen kon vervangen. En toen kwam ik daar en toen had hij deze in de showroom staan. Ik zeg, nou hier, kijk. Ik zeg, de hele wereld afgezocht, niet kunnen vinden. En hier staat hij in Utrecht, in de showroom. Hij zegt, vind je wat? Ik zeg, natuurlijk. Ik zeg, die Cadillac wil ik gelijk inruilen. Ik zeg, ik koop gelijk deze. Dus vandaar. Zo gaat het met auto's, hè? Dat is gewoon liefde op het eerste gezicht. Ja, precies. Dat was ook zo. Dat was ook zo. Met wie sta ik hier? Met Erwin Tilmans uit Heusden. En je hebt een prachtige auto meegebracht. Ja, dankjewel. Ja, het is een prachtige auto. Ik heb hem nu al 27 jaar, dus het is mijn lievelingetje. Maar 27 jaar geleden gekocht? Ja. Hoe heeft u hem gevonden? Ja, dat was toen nog in de snuffelkrant. Hè? Dat hadden we toen nog. Dus bij een handelaar in Culemborg. Daar heb ik hem toen gekocht. Dus
samen met mijn moeder. Toen was ik nog, ja, nog niet zo oud. Hebben we hem toen opgehaald en sindsdien heb ik er alleen maar een hoop plezier en een hoop ja, geld ingestoken. Zeg maar. Misschien wel de eerste liefde. Ja, zo, zo kan je het wel zien. Ja. Dag meneer. Hoi. Met wie heb ik het genoegen? Met Hans Wit. En u heeft hier een heel mooie auto meegenomen. Ja. Hoe lang heeft u deze auto al? Deze die heb ik al een jaar of 10. Eigenlijk al 20 jaar, want het is een Deux Chevaux geweest. Citroën. En die kitcar, deze kitcar, die heb ik zelf gebouwd. Eromheen. Wauw. En hoe lang bent u daarmee bezig geweest? Heel veel jaar, het is maar ongeveer een dikke 300 uur. We rijden bijna overal naartoe waar iets te doen is. Nou zijn we hier vandaag, maar we varen heel vaak naar België toe. We zijn bijna in België iedere zondag ergens iets te doen. Tegenover in Nederland. Maar dat is wel leuk toch? Je hebt die auto niet om in de garage te laten staan. Zo ziet iedereen hem. Het is een hobby, ja. Een heel leuke hobby toch? Ik ben verslaafd, ik kom niet meer vanaf. We zijn gewaarschuwd. Begin er niet aan. Nee, ja. Je raakt ermee besmet en komt er niet meer vanaf. Zo zit het gewoon in elkaar. Dus, Zijn er nog plannen voor volgend jaar? Ja, inderdaad. Volgend jaar heb ik plannen genoeg in ieder geval. Ik heb net toevallig, nou, ik weet niet of jullie de caravan hebben gefilmd met die Wartburger voor. Die wil hier een overnachting organiseren met oldtimers en met caravans. Ik zeg ja, kom maar in gesprek, kom maar, laat maar horen wat je wil. Dan gaan we proberen te regelen. Maar zelf heb ik volgend jaar weer zo'n soort flyer. En daar staat mijn website op. En daar kun je dus altijd lezen wanneer het weer is. En meestal in januari, dan weet ik wel te vertellen wanneer het is en dat er in ieder geval weer iets georganiseerd gaat worden. Maar er wordt zeker en vast wel wat georganiseerd. We gaan naar vanuit Heusden, de Oldtimersdag. We hebben het heel leuk gehad. Ik hoop jullie ook. En ik hoop jullie ook weer de volgende keer te zien. Tot dan! Al. Dit was We gaan naar vanuit Uithoosden. Even opnieuw. Uithoosden.
Even grabbelen. Kijk. Mag je ook wel op, of niet? Ja, we gaan er geen, gaan we nou een feestje van maken. Het is toch feest? Kijk. Hey, maar nou genoeg, hè? Een bakje koffie drinken. Groot gelijk. Dankjewel. Okay. Hey, succes. Langstraat TV.